Dank u wel. Het nieuwe jaar is alweer bijna 4 dagen oud en nog steeds heeft de burgemeester niets gezegd. De hoogste tijd lijkt mij om wat woorden te wijden aan het jaar wat voor ons ligt en natuurlijk ook aan het jaar wat achter ons is. Dames en heren, ik geef graag het woord aan uw burgemeester Kees van der Knaap. Nou, fijn dat u er allemaal bent. Dat is altijd zo vervelend. Er zitten daar een paar mensen, die staan boven, die kunnen mij net niet zien, denk ik. Als u nou die tafeltjes een stukje naar voren schuift, moet u zien wat er dan gaat gebeuren. Beetje voorzichtig, komt allemaal goed. Moet u eens kijken hoeveel ruimte er dan ontstaat om dat op te vullen. Want mijn probleem is altijd, als ik mensen niet zie, gaan ze stiekem praten. Ja, kijk, dan komt hier wat meer ruimte en fijn dat u er allemaal bent. Het is vandaag een bijzondere dag, 4 januari, want we hebben 2-jarigen vandaag. Dat is onze griffier Gerrit Hagelstein en onze wethouder Van Milligen, die apentrots is dat hij wethouder is, heb ik gelezen in de krant. Dat hij 65 jaar is geworden vandaag en daar gaan we voor zingen. Want ik heb een koortje. Waar is mijn koortje? Het koortje is boven. Kunnen we dan met elkaar zingen? Evert is daar. Evert, gaan we even zien. Gefeliciteerd Evert. Gerrit is daar. Lang zal zijn leven zal dat lukken. Oh, het koortje komt eraan. Nee, wacht even, het koortje. Want die zingen zo mooi, het koortje. Ja, en Evert en Gerrit, kom even hier naartoe. Kom even hier naartoe. Nou, hier zijn de jarigen. Van harte gefeliciteerd. En aan het koor nu om het voortouw te nemen. Oh, ze gaan de tekst doornemen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Hoera. Nou, de rondjes zijn voor jullie. Een plezierige dag nog. Kijk, de eerste heb je al te pakken. Dames en heren, hartelijk welkom hier in het gemeentehuis, het raadhuis van Ede. Dit keer een thuiswedstrijd. Vorig jaar waren we bij Plantion. En we proberen volgend jaar weer een andere plek te vinden in Ede. Want wat is de mooie om op locatie nieuwjaar te vieren en te praten over verbinden en ontmoeten. Want we gaan zeker door met dat concept. En ik ben blij dat u er allemaal bent. Een hele mooie volle zaal. Ik weet niet of u al naar boven bent geweest. Hij is wel mooi geworden. Het kost een patiënten. Maar dan heb je ook wat. En als we het nou toch hebben over veel mensen bij elkaar. Ik maak ieder jaar bekend hoeveel inwoners we hebben. Nou, jullie hebben echt je best gedaan. Een bepaalde leeftijdscategorie, in ieder geval, waar de burgemeester niet meer bij hoort. Op 46 mensen na hebben we 110.000 inwoners. Dus in januari of februari gaat het gebeuren, de 110.000ste. Dat is toch mooi, hè? Ik wil een speciaal welkom heten aan nogal wat collega-bestuurders vanuit omliggende gemeentes. Hartelijk welkom. Wij komen ook weer terug naar u. Ik weet niet welke gemeente ik mag doen, maar ik denk Wageningen, dat is buiten op de markt. Dus, en ik denk dat er een heleboel collega's meekomen. Dus we zullen daar een gezellige ontmoeting hebben. En we hebben natuurlijk in ons midden onze heidehoogheden. Waar zijn ze? Wat zijn ze weer mooi. Welkom.
Nog 3 weken en dan ben ik 5 jaar burgemeester van Ede. De keus voor mij halverwege 2007, de installatie in 2008, de verhuizing naar Bennekom. En u kent dat gevoel wel. Potjandori, wat is dat nog kort geleden eigenlijk allemaal. Zo snel is het allemaal gegaan, maar het is over een paar weken is het alweer 5 jaar dat ik weg ben uit Den Haag. Waar ik als Kamerlid en staatssecretaris van Defensie zo'n 10 jaar bivakkeerde. Kort geleden was ik weer terug in Den Haag. Mijn goede vriend Maxime Verhagen nam afscheid als vicepremier en als minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En hoe gaat het dan op zo'n receptie zoals hier ook? Oh, fijn dat je er weer bent. Hoe gaat het? Leuk om je te zien. U kent het allemaal wel. Maar misschien verras ik u met het volgende. Ik voelde me niet zo meer op mijn gemak. En ik was na een uurtje weer weg. Terug naar Ede. Als een vlinder die uit de pop kruipt, ben ik eind 2007 naar Ede gevlogen en opeens zat ik weer in die cocon. Natuurlijk ben ik de afgelopen jaren vaker in Den Haag terug geweest, maar nooit voelde ik het zo sterk als bij het afscheid van Maxime. Die cocon van de Haagse werkelijkheid, van die kaastolp op het Binnenhof, van die politieke wereld op een vierkante kilometer. Het is mijn wereld niet meer, merkte ik. Niet meer mijn thuis. De jas van de burgemeester is mij daarentegen steeds beter om mijn schouders gaan liggen. En ik weet ook precies waarom. Ik sta nu dicht bij de mensen. Ik ontmoet ze, ik ken ze soms. Dossiers zijn voor mij geen mappen meer met papieren, maar onderwerpen waar ik heel goed geluid en beeld bij heb. Het is echt iets anders om als staatssecretaris in Den Haag een brief te krijgen van iemand uit Groningen, of dat je als burgemeester van Ede een brief ontvangt van een bewoner uit de Indische buurt met sociale problemen. En het is een wezenlijk verschil als staatssecretaris uit medeleven een brief te schrijven, of dat ik als burgemeester op de bank zit bij een oudere dame die een dag eerder thuis is overvallen. Den Haag staat ver af van de lokale praktijk, van de plaatselijke vraagstukken, in mijn geval van de Edese werkelijkheid, die ik dagelijks zie en voel. En we gaan de gevolgen van de verre afstand van die lokale praktijk in de toekomst echt merken. Kijk bijvoorbeeld naar de overdracht van de regelgeving en taken, zoals de AWBZ, als de WMO en de jeugdzorg. Naar mijn gevoel is daarbij kostenbesparing leidend, terwijl het altijd om de inhoud zou moeten gaan. Ik heb tegenwoordig een column, ik weet niet of u hem af en toe wel eens ziet. Ik raad hem echt aan om het af en toe te lezen. Pagina 5 zo onderin, zo ergens met een fotootje. Moet je niet altijd doen, maar soms staan er wel aardige dingen in. Een van die columns ging over Irma van der Wal. 38 jaar oud en woont met begeleiding in Edeveen. Ze heeft een verstandelijke beperking. Irma bezoekt dagactiviteitscentrum Veldheim. En daar maakt ze onder meer sieraden en pindaslingers voor vogels. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteuning en begeleiding van mensen zoals Irma. En de AWBZ wordt daartoe omgevormd. De gemeenten krijgen straks van het kabinet in totaal 8 miljoen euro. 8 miljard euro. En dat lijkt veel, maar het is 25% minder dan nu. Het idee is dat gemeenten efficiënter te werk kunnen gaan en maatwerk kunnen leveren. En mijn vrees is echter dat eenmaal vanwege financiële beperkingen waar de gemeente mee te maken zal krijgen, straks minder ondersteuning zal krijgen. Ook maak ik me zorgen over de plannen van gemeentelijke schaalvergroting. Ook daarbij is kostenbesparing leidend in plaats van de inhoud. Al jarenlang streeft Den Haag naar een bestuurlijke structuur met minder provincies en nu ook met minder gemeenten. En telkens mislukken die vergezichten. Er is namelijk onvoldoende draagvlak. Meer samenwerken kan best, zoals nu al gebeurt tussen 8 ferrygemeenten. En samenwerken is efficiënt, effectief en vaak ook goedkoper. En bovendien maakt het de inwoners niet zoveel uit hoe de gemeenten achter de schermen hun werk organiseren. Zolang ze in hun eigen woonplaats hun paspoort kunnen halen en ze een vergunning kunnen aanvragen. Identiteit is heel belangrijk voor mensen die zich in een verlengde daarvan graag verwant voelen van hun woonplaats, CQ met hun gemeente. Ik zou daar niet snel aan tornen. Mensen willen houvast dicht bij huis. En dan de nationale politie, waarmee juist een stap is gezet richting centralisatie,
waarvoor aan de onderkant wel schaalvergroting nodig was. De lokaal gerichte politiedistricten zijn opgegaan in 10 grote regio's. Waarbij de vraag is of zij genoeg lokale binding naar de toekomst zullen houden. Als ik dit samenvat, de wereld van Ede en de wereld van Den Haag, dan is Den Haag nog ineens zo gek ver weg. Maar de werkelijke afstand is veel groter dan de fysieke afstand. De Haagse cocon versus de Edese werkelijkheid. En ik zeg dat echt niet uit rancune, want ik heb een heerlijke tijd gehad in Den Haag, naar mijn oude werkplek. Maar uit oprechte zorg. In Den Haag zijn cijfers heel erg dominant. Mijn advies aan Den Haag, ze luisteren toch niet meer, maar toch, je kan niet weten, neem meer tijd, geef gemeenten een grotere rol in plaats van een taakstelling en een toets te ontwikkelen beleid aan de lokale praktijk. Als daarbij besparingen mogelijk zijn, is dat heel mooi meegenomen en die besparingen zijn naar mijn overtuiging ook mogelijk. Kortom, gaat het om een begrotingstekort of gaat het om IRMA? Gaat het om bezuinigen of om lokale identiteit? Gaat het om geld of gaat het om mensen? Al deze ontwikkelingen beschouwend zullen we moeten waken voor de cohesie in onze samenleving. Onze IRMA's hebben die samenleving heel hard nodig. Want wat mij betreft gaat het altijd om mensen. En in mijn werk merk ik gewoon dagelijks dat er veel problemen zijn. Niet voor niets hebben in onze gemeente wekelijks gedwongen opname van mensen met psychische problemen die zichzelf of andere mensen om zich heen dreigen iets aan te doen. Niet voor niets ontvang ik met zeer grote regelmaat noodkreten van mensen met financiële problemen, huisvestingsvraagstukken of sociale moeilijkheden. En niet voor niets is de lijst van het aantal inbraken die de politie mij wekelijks overlegt zeer hoog. In 2012 is er in Ede 854 keer ingebroken. Een toename van bijna 100 ten opzichte van 2011. En dat ligt niet aan de politie, want die werkt zich te schompers om zoveel mogelijk dat te voorkomen. Er is met andere woorden werk aan de winkel. En dan gaat het wat mij betreft om de ontmoeting tussen mensen, tussen verschillende culturen, die daarbij centraal moeten staan. Onze bestuurlijke besluitvorming, onze debatten in de gemeenteraad, ze gaan altijd over mensen. Over mensen als bijvoorbeeld IRMA. En zo niet, dan raken ze mensen. En dat is ook de belangrijkste reden waarom die raadzaal is aangepast. U heeft het al bekeken of u gaat het nog bekijken. Met die flinke nieuwe raampartij zoeken we de ontmoeting en verbinding met de buitenwereld. Die buitenwereld halen we zo naar binnen. We willen transparant zijn en dat uitstralen. We willen één gemeenschap vormen waarbij een ieder zijn eigen identiteit kan behouden. Mensen hebben behoefte aan eigenheid en eigen identiteit. Dat geeft houvast en vertrouwen. En we zien dat ook terug in de samenwerking voor de regio Food Valley. Heel belangrijk voor de toekomst van Ede. En ook hier geldt de kracht van samenhang, ontmoeting en verbondenheid. Samen op zoek naar een basis waarmee we met vertrouwen de toekomst ingaan. En ook hier merk ik dat iedere gemeente hecht blijft aan haar eigen identiteit, haar eigenheid. En dat kan. Want Wageningen is echt iets anders dan Barneveld. En Ede verschilt nogal wat van Scherpenzeel. Fuseren en dus schaalvergroting is helemaal niet nodig, maar samenwerken des te meer. Deze gemeenschapszin, ook in de Food Valley regio, is nodig om met vertrouwen de huidige crisis te pareren. Ede kiest volmondig voor Food Valley, waarvan de ambitie is de Valleiregio tot het Europees centrum te maken van gezonde en duurzame voeding. En daar gaat de hele regio van profiteren. Het gaat echt niet om Ede alleen. Onze regio heeft als het gaat om food en daaraan gerelateerde kennis een unieke positie. In Nederland en in de wereld. We hebben op dit thema een geweldige voorsprong met de Wageningse Universiteit en diverse internationale research- en foodbedrijven als boegbeelden. Het Financieel Dagblad heeft kort geleden voorspeld dat er in 2040 in Nederland nog 3 economische topsectoren over zijn van de huidige 9. En van die 3 is er 1 agrofood. Onze inzet, samen met Wageningen, Gelderland en andere partners om het World Food Center in Ede te krijgen, is er niet voor niets. Dat is een keus voor de toekomst. Een World Food Center betekent een enorme impuls, niet alleen voor Ede, maar juist voor de hele Food Valley regio. Het zou het Food Valley concept zoveel sterker maken, bedrijven aantrekken, werk genereren en mensen naar onze regio lokken. Ontmoeten en verbinden. In een groene en jonge stad.
Dat blijft ons motto voor 2013. Er voor elkaar zijn, elkaar helpen, verdriet delen en blijdschap samen vieren. Het verdriet van de stad is immers de optelsom van alle kleine leed van veel bewoners. Maar het geluk van de stad is de optelsom van alle blijdschap van veel inwoners. Kortom, samen maken we die stad. Met elkaar maken we de dorpen en collectief maken we de gemeente. En om dat te onderstrepen sluit ik graag af met de volgende woorden van de Amerikaanse industrieel Henry Ford. Hij leefde van 1863 tot 1947, maar hij zei geen gekke dingen. Hij zei, samenkomen is een begin. Samen blijven is vooruitgang en samenwerken is succes. Dank jullie wel en een goed 2013. Mijn vrouw, nee, nou even niet. Even wacht. Wil je wel zingen? Ja. Oh, ik ben namelijk niet. Ik heb nog een verhaaltje ook nog. Nou, Happy New Year. Kom op. Ja. Hartstikke mooi. Nee, want nu we hier met zo'n groot gezelschap bijeen zijn, geeft me dat de gelegenheid een bijzonder persoon in de schijnwerpers te zetten. En ik denk dat ik het maar heb over Bauke Lukien. Bauke, waar ben je? Kom eens even hier naartoe, Bauke. Bauke Lukien. Mag wel een applaus. Ja, senior. Bauke is vandaag met zijn kinderen naar kleinkinderen naar het Openluchtmuseum geweest. En dacht dat hij daarna naar zijn zoon ging, denk ik. En die zei, we moeten nog ergens naartoe, pa. Zo die zou het al geweest zijn. En je staat hier lekker informeel bij. Heerlijk. Hè? Dus volgens mij heb je het reuze in je zin zo. Hoe groot kan een contrast zijn, Bauke? In 1972... begon je met een eenmanszaakje in een oud kerkje in Veenendaal. Gespecialiseerd in fotografie. En je was toen 22 jaar oud. Klopt dat? Nee. Oh. Was je jonger? 25. Oké. Okay. Nou ja, dat is eerste fout. Nou, dat misschien maak ik het nog verleden, ik weet het niet, maar ook maar een mens. En dan nu, 40 jaar later... Een crossmediaal productiebedrijf met een megavestiging langs de A12 in Ede. Met commercials dagelijks op televisie. Dat is een moment dat Bauke junior tegen mij zei dat ongeveer 80% van alle commercials voorbij kwamen gemaakt waren bij jullie. Soms. Ja, soms. Maar hij heeft het niet over die andere keren. Maar het is wel eens gebeurd. Met Philips, Bart Smit, Schiphol, als ik goed begrepen heb, Unilever, Kraft. Noem maar op, hè. Wie niet? Helemaal, hè? Nou, en die was in 2010, 2011 gastheer van de Voice of Holland. Hebben wij niks van gemerkt in Ede? Nee. Waar we zo trots op waren, dat wil ik niet weten. Wij ook een beetje. Ja, toch? Nee. En, maar wat mooi is, in 1972 was de naam Lukien. En in 2013 is het nog steeds zo. En dat zal blijven. Dat hoop ik ook. Want het is een echte blikvanger. Een prachtig gebouw langs de A12... met producties die het bedrijf maakt. En binnenkort weer op televisie vanuit Ede. Weer door iemand die nogal bekend is in die wereld. Hoe weet hij nou ook weer van Talpa? Hoe weet hij dat ook weer? John de Mol, hè, geloof ik. Ja. Komt met het programma Showbiz Quiz. Ik zei tegen Bauke, dat ken ik. Maar toen was ik net zo oud als jij nu bent.
Ron Brandsnede en zijn zoon gaan dat doen. En ik ben heel benieuwd naar het concert, want het is niet voor niks als ze naar Ede toe komen, denk ik. En uiteindelijk hebben we dat allemaal te danken aan jouw pioniersgeest en ondernemingsdrift, Bouke. Maar ook die van je vrouw die daar achterin zit, mevrouw Hedwig. En jullie hebben nu een stapje terug gedaan, met heel veel plezier, met de kleinkinderen op pad. Hè? Maar jullie stellen nog steeds beschikbaar met jullie kennis, je ervaring en je passie. Twee dagen in de week. Twee dagen in de week. En zo nodig ook nog een derde en een vierde als het moet. Per telefoon. Oké. En wat mooi dat jullie beide zonen, Bouke junior en Melle, dezelfde ondernemingsgeest hebben en dat enthousiasme, dezelfde passie. En zij staan nu aan het roer. Het is al prachtig dat je dat kan loslaten. Met de medewerkers. Met de medewerkers. Ja, joh, je bent nou verder, want ik ben over een pagina verder kom ik over je medewerkers terecht. Dus, belangrijk. Eigenlijk zei Henk Vaas, die maakt meestal dit soort toespraken voor mij. En die zei, ja, eigenlijk kan je het in twee zinnen zeggen, Kees. Die man heeft zich 40 jaar de perspokken gewerkt en een prachtig bedrijf opgezet. Is dat een beetje de samenvatting? Misschien, ja. Ja, want ik begrijp dat je ongeveer 20 tot 30 jaar ongeveer 80 per uur werkte. En op het ene moment als fotograaf, op het andere moment als koerier, om dia's weg te brengen naar Amsterdam. En gelukkig hoefde dat later niet meer, want je had de digitale snelweg. Maar voordat dat zover was, moest het allemaal per vervoer, per gewoon. Hè? Je hebt de tijdgeest nadrukkelijk goed aangevoeld, want je bent op tijd meebewogen met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet, sociale media, film en fotografie. Digitalisering, noem het allemaal op. Er zijn ook momenten geweest dat je het bedrijf voor goed geld had kunnen verkopen. Ja. Dat heb je niet gedaan. Want je zei, ja, moet je goed horen, ik heb daar wel 200 medewerkers. Die hebben hetzelfde gedaan als ik en die wil ik niet in de steek laten. Zo heb ik het gehoord. En zo is het ook. Nou, het gevolg is dat na 40 jaar er nu dat productiebedrijf er staat, waarvan er geen tweede te vinden is in Europa. Al die jaren heb je het belang van de zaak vooropgesteld, heb je gezorgd voor werkgelegenheid. En ik zei het al, op dit moment werken er 200 mensen in het bedrijf. En daarnaast profiteren allerlei leveranciers uit Ede en omgeving van Lukien. Dat is mooi om te zien dat het bedrijfsleven elkaar zo versterkt. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om te groeien. Nou, Bouke, je hebt fantastische werk gedaan en je hebt een fantastisch bedrijf neergezet. Velen heb je geïnspireerd en gestimuleerd. Je hebt hart voor de zaak, hart voor de medewerkers. Je bent creatief en je bent commercieel erg sterk. En je had een geweldige pioniersgeest. En daar hebben wij als gemeentebestuur enorm veel erkenning voor. En ik kan je melden dat het college van burgemeester en wethouders jou heeft besloten voor je inzet en voor al je verdiensten de medaille van verdiensten van de gemeente Ede toe te kennen. Dank u. Dat applaus is echt verdiend. En ik heb gezegd dat zijn vrouw Hedwig daar een geweldig belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Die ga ik nu even de bos bloemen geven. En u nog een heel plezierige receptie.